De helft van de Nederlanders doet het niet. De andere helft gaat morgen stemmen voor 31 Nederlandse zetels in het nieuwe Europese parlement. Of u stemt of niet, Europa is wel belangrijk. En zeker de toekomst van Europa. Want krijgen we op den duur een superstaat Europa of houden we een soeverein Nederland? Rianne van der Ven ontmoette twee doorgewinterde Europarlementariërs, Dankert en Van der Waal. Maar nu dit jaar zo vreselijk, ik ben door de regen gekomen, hier naartoe gekomen. Ik denk, ik moet er alles aan doen dat zij mij overtuigen dat ik ga stemmen. En nou is één vraag die ik dan voor mijn neus had, was eigenlijk... Is Europa kiezen een ideaal of een noodzakelijk kwaad? Ik heb een heleboel te vragen, maar dat is eigenlijk een vraag die vooraf gaat aan al die uitleg. De Europarlementariërs gingen op verkiezingscampagne om dit duidelijk te maken. Tot nu toe lukte dat slecht. De campagne was tam en de interesse voor Europa bij de burgers is minimaal. Op verkiezingsbijeenkomsten bleven de zalen vrijwel leeg. Toch is het heel erg abstract, hè, voor de mensen. Maar het is een eind weg. Natuurlijk is het een eind weg. Alleen, als je kijkt naar de Europese wetgeving, die wordt in Europa gemaakt. Hè, het Europese parlement speelt daar een rol bij. Maar de mensen hier weten niet wat die Europese wetten allemaal zijn. Omdat die in Nederland weer tot Nederlandse wetten gemaakt worden. Daar staat geen Europese stempeltje meer op. Het is nog één keer ver van ze af. Het landelijke nieuws, het nationale nieuws in de Tweede Kamer, dat leeft natuurlijk bij de burgers meer. Dat raakt de burgers ook gewoon meer. En als zodanig denk ik dat de Tweede Kamer altijd een grotere mate van populariteit bij de burgers zal houden dan het Europees parlement. Om de populariteit van het Europarlement te vergroten, gingen de kandidaten ook op werkbezoek. Voor Piet Dankert stond de Rotterdamse haven op de agenda. Ik vond het wel aardig hier vanmorgen dat toch weer duidelijk gemaakt wordt dat als er dan al Europese milieuregels bestaan, dat die van de ene haven tot de andere buitengewoon verschillend worden toegepast. En dat beïnvloedt weer de concurrentie. Dus je moet vanuit Brussel bij wijze van spreken letten op dat dat goed toegepast wordt, overal gelijk. Dat niet het zo kan zijn dat Antwerpen het wat losser doet naar Rotterdam, waardoor de concurrentiepositie van Rotterdam weer geschaad wordt. Daar heb je allemaal in dat Europa en in dat Europese parlement mee van doen. Ja. Ondertussen was de lijsttrekker voor SGP GPV-RPF Leen van der Waal met zijn collega's op bezoek bij een supermoderne slipzuiveringsinstallatie in Dordrecht. Ik ben lid van de Milieucommissie van het Europees Parlement. En hier is pas een hele nieuwe installatie gekomen die aan de meest strenge milieueisen moet voldoen. Dus het was voor mij buitengewoon interessant om eens kennis te nemen van de wijze waarop dat wat uitvoering gebracht is en in hoeverre men eraan kan voldoen. Van der Waal zit al 10 jaar in het Europarlement, als eenling voor de kleine christelijke partijen. Dit wordt zijn laatste ronde. Hij is 65 jaar en wil plaatsmaken voor anderen. De kans op meer zetels voor zijn partij is groter dan ooit. Van der Waal staat bekend als de Euroscepticus. Als Europa zich natuurlijk met onderwerpen gaat bemoeien die daar niet thuis horen, dan zeggen we inderdaad, Europa is zonde van het geld en zonde van de tijd. Het Europees Parlement houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen die door de landen zelf afzonderlijk niet zijn op te lossen. Met andere woorden, die je in Europees verband moet oplossen. De landen moeten de handen ineen slaan om bepaalde zaken opgelost te krijgen. Laat ik een voorbeeld noemen, milieu of internationaal vervoer. Of de misdaad die in toenemende mate een grensoverschrijdend karakter gaat krijgen. Nou, dat zijn de onderwerpen waarvan we zeggen, die kan een land in zijn eentje niet oplossen. Die moet men gemeenschappelijk doen en daar komt het Europees Parlement aan te pas. Hier volgt globaal de structuur van de Europese Unie. Het Europees Parlement lijkt op de Tweede Kamer. De 567 afgevaardigden, waarvan 31 uit Nederland, beoordelen de voorstellen van de Europese Commissie. De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Unie. De 17 commissarissen van deze commissie komen met voorstellen die naar het Europarlement en de Raad van Ministers gaan. De Raad van Ministers neemt meestal de uiteindelijke beslissingen. Per onderwerp is de Raad anders samengesteld. Wanneer landbouw aan de orde is, de 12 landbouwministers, bij milieuzaken de milieuministers. De Europese Raad tenslotte bestaat uit de regeringsleiders van de lidstaten. Zij hakken de moeilijkste knopen door, bijvoorbeeld over de invoering van de EQ.
Piet Dankert is ook een doorgewinterde Europarlementariër. Hij is zelfs een paar jaar parlementsvoorzitter geweest en een echte Europa-fan. Wat de kern van Europa is, althans van de Europese integratie, want we hebben ook buitenlandse veiligheidsbeleid en dat is nog gewoon samenwerking tussen regeringen. Maar het is dat je een structuur hebt, een Europese commissie, een Europese ministerraad en een Europees parlement, waarin met meerderheid besloten kan worden. Nou, dat moet je in de kern houden. Dat is ook heel goed voor kleine landen dat je zo'n structuur hebt. Als je het niet hebt, dan krijg je gauw dat grote landen de zaak wel even gaan regelen. En dat is naar mijn gevoel die federale structuur. Dat is de kern, niet de federale doelstelling. Ik bedoel, we gaan niet naar de Verenigde Staten van Europa. Kan niet anders dat in Europa, ook gezien onze geschiedenis, dat er een grote mate van verscheidenheid blijft. In tegenstelling tot Dankert kijkt Van der Waal anders naar de toekomst van Europa. Hij is bang dat op termijn Nederland verdwijnt. Helaas is er wel een tendens in Europa dat men veel naar zich toe trekt. En dat men zegt, ja, we moeten eigenlijk toegroeien naar een soort Europese federatie. Naar een soort centrale Europese staat. Met een eigen regering en met een Europees parlement dat veel meer bevoegdheden krijgt als nu. Dat is een ontwikkeling die zich tot dusver in die richting heeft voorgedaan. Waar wij ons altijd tegen hebben verzet. Omdat wij juist van mening zijn, nee, we moeten niet toewerken naar één grote Europese superstaat. Nee, we moeten zorgen dat de samenwerking tussen de lidstaten zo goed mogelijk verloopt. Met verkiezingsbijeenkomsten en werkbezoeken proberen de Europarlementariërs de burgers naar de stembus te krijgen. Maar die burgers weten nauwelijks waar het om gaat. Dat is vooral de eigen schuld van de parlementariërs. Die hebben tot nu toe de indruk achtergelaten alleen met zinloze resoluties en rapporten te komen. Ik moet erkennen dat het parlement zich vaak met te veel details inlaat. Ook te veel regels vaststelt. Ik moet ook vaststellen dat het parlement zich vaak met te veel onderwerpen bezighoudt die eigenlijk helemaal niet op Europees niveau thuis horen. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Er is iets behandeld over kinderopvang. Ouderenbeleid. Ouderschapsverlof. Wij vinden dat als het gaat over de inrichting van ons eigen land, en dan denk ik een onderwerp als onderwijs, volksgezondheid, sociale zaken, talen. Dat zijn zaken die horen in het nationale parlement van een land thuis. En Nederland moet vooral zelfstandig blijven, soeverein. Volgens Dankert is dat tijdperk al lang voorbij. Maar het heeft geen zin om, ja, zeg maar, een soort formele soevereiniteit te willen handhaven, terwijl die in de praktijk niet meer bestaat. Het is zo dat als je in Duitsland de renteverhoging krijgt door de Bundesbank, dat 5 minuten later Amsterdam moet volgen. Nou, dan kun je toch beter Amsterdam, Frankfurt en anderen gezamenlijk die soevereiniteit over dat geld uitoefenen, dan dat je verstrekt afhankelijk bent van de Duitsers. Wij willen economisch best samenwerken, maar het moet niet één grootmacht worden. We willen de problemen die er zijn en waar we gemeenschappelijk ons mee kunnen versterken, ook voor werkgelegenheid, dat willen we dienen. Maar we willen dat niet gebruiken om een politieke grootmacht te worden die zichzelf alleen maar versterkt in het streven naar materieel welvaartsstreven. Morgen moeten de kiezers beslissen welk Europa zij willen. Dat van Dankert of van der Waal. Ik heb het over Europa of Nederland en dan al die problemen die daarmee te maken hebben. Het lijkt wel of Europa net uitgevonden wordt. Ik heb al 5 keer gestemd op Europa. En het wordt vuiler en het wordt enger.